Oh, dat is een... ik eet al tientallen jaren voor lunch precies hetzelfde. Een krentenbol, een banaan en een beker melk. Tegenwoordig krijg ik er een kop soep bij als ik op VWS lunch. Dat is een enorme luxe. Maar het was altijd hetzelfde. Dat komt nog uit de tijd dat ik als arts werkte. En dat je tussen de programma's door eigenlijk maar heel weinig tijd had. En dan was er om de hoek van de endoscopieafdeling was het personeelsrestaurant. Maar daar was het rond die tijd altijd heel druk. En daar liep ik dan even heel snel schuin doorheen. En sommige mensen gingen nadenken, oh, wat hebben we vandaag voor salade en wat is het? Maar ik liep dan gewoon, ik pakte een krentenbol en een banaan en een beker melk. En dan stond ik al bij de kassa tegen de tijd dat de collega's nog überhaupt zaten na te denken. Dus daar komt het vandaan. Daar moet je gewoon tijd voor vinden. Daar moet je tijd voor vinden. Heel in het algemeen, dat zeg ik ook wel eens tegen mensen, dat klinkt sporten. Ik vind dat hardlopen leuk. Een hele hoop mensen vinden dat verschrikkelijk. Die vinden fietsen leuk. Maar het kan ook wandelen met de hond zijn. Het kan tuinieren zijn. Maar actief zijn helpt. En daar moet je gewoon tijd voor maken. In welke drukke omstandigheden dan ook. En je zult zien dat die tijd, die betaalt zich in je energie ook dubbel en dwars terug. Dus ik doe dat met heel veel plezier. Ja, nou, voor mij is het altijd, als ik een hele lange werkdag, bijvoorbeeld nog 's avonds laat een debat, dan moet ik echt even relaxen, even weer gewoon alle energie eruit. Voor mij is dat ideaal met bijvoorbeeld een boek, nog even wat pakken. Ook 's avonds laat, mag ook 's nachts om 1 uur zijn, maar even nog wat lezen en even een soort gap en dan kom je tot rust. Ik denk dat we met wat we met corona gezien hebben, om te beginnen, was dat wetenschap, dat kennen we van andere dingen natuurlijk ook, maar dat wetenschap even enorm in de picture stond. Wetenschappers zijn altijd gewend om te vertellen vanuit onzekerheden. Dit is wat ik weet en dit is de onzekerheid. Wat we graag willen natuurlijk is gewoon hele harde gegevens. Dit is de waarheid. En als je dan te maken krijgt met situaties waarbij mensen, nou in dit geval bijvoorbeeld corona, ontkennen, ja, dan vind ik het belangrijk dat je gewoon toch blijft volharden in de rustige uitleg. En in mijn ervaring zie ik dat de overgrote meerderheid van de mensen dat gewoon weten waarderen. En dat er wetenschappelijk onderzoek ontzettend belangrijk is om wat dit betreft ons verder te helpen. Nou, allereerst, ik begin me breed bij te lachen, maar realiseren, de lat ligt dan hoog. Hè? Want Els Borst heeft op een aantal verschillende manieren, op tal van verschillende dossiers, hele grote impact gehad op de volksgezondheid. En dat merken we tot op de dag van vandaag. Dus uiteraard op onderwerpen waar we binnen D66 al heel lang gewoon terecht sterk belang aan hechten. Medisch-ethische onderwerpen. Ik was in een vorige rol voorzitter van het landelijke netwerk acute zorg. Iets wat heel lang op de achtergrond al bestond, maar wat bij corona opeens heel erg in de picture stond. Maar dat komt voort uit het feit dat Els Borst ondertussen bijna 25 jaar geleden traumanetwerken en traumacentra heeft opgericht. Dus ook een erfenis van Els Borst en tot op de dag van vandaag ontzettend belangrijk voor de acute zorg. De zorg is en blijft tot op de dag van vandaag heel erg arbeidsintensief. 1 op de 6 mensen in Nederland met een baan werkt in de zorg. 1 op de 6. Als je er even bij stilstaat, enorm. En in het tempo waarin we gegroeid zijn in de afgelopen jaren, als je dat tempo doorzet, dan zitten we inderdaad straks op 1 op de 5 in 2030 en in 2040 1 op de 4. Terwijl heel veel andere onderdelen in onze maatschappij zijn die terecht ook om veel meer mensen vragen. Dus dat betekent dat de zorgprofessional zelf en de zorg zelf, maar ook burgers zich moeten inrichten op toch andere manieren van zorgverlenen. Zodanig dat we die mensen die we hebben echt kunnen inzetten voor dat wat ook echt met de ondersteuning moet. Ah, het leuke van deze baan is dat je op een hele hoop plekken komt waar je vroeger nooit kwam. En Ecstasy Museum, ja. Nou, daar was ik nog nooit geweest. En dat betekende dat we letterlijk daar ook in de keldertrap afgingen. Het was echt in de oude binnenstad, in een oud gebouw, diep in de kelder. Kijk uit, buig je hoofd. En daar stonden we in een prachtige voorstelling die heel interactief iets gemaakt had van om allerlei dilemma's rondom dit middel en dit gebruik te benoemen. En daar feedback van burgers en burgers mee te laten denken van hoe moet je hier nou mee omgaan? En dat gaat natuurlijk over de situatie van we hebben een middel, de productie is verboden, de verkoop, maar op festivals wordt het wel gebruikt. Nou, hoe zorg je dan allereerst dat dat zo veilig mogelijk kan?
En dit vond ik een prachtig voorbeeld en iets waar ik niet eerder geweest was. Dank.